Yes, ik heb mijn boekje weer in mijn handen. Ik ga vandaag weer op pad naar een hele goede pretpark vriend van mij. En vandaag weer in de Efteling. Ik sta hier voor het prachtige Efteling Theater. Persoonlijk vind ik het het allermooiste gebouw van de Efteling. En de man waar het om draait, die al jaren het gezicht is van dit prachtige gebouw, is natuurlijk Luc! Tada! Hey. Dag kijkers! Goedemorgen! Hey jongen! Lang niet gezien! Nee, dat klopt ja! Boem! Een voorzichtige box! Ja, oh ja! Daar heb ik het verkeerd. Hoe is het? Ja goed, ben blij dat ik er weer ben! Wil je naar de zaal? Ik wil naar de zaal. Dan gaan we naar de zaal. Hey, maar Luc, wat doe je normaal gesproken? Want waarschijnlijk zullen heel veel mensen jou kennen. Ja, maar wat doet hij nou eigenlijk? Ja, daar zijn we nog niet helemaal uit. Nee. Natuurlijk ben ik hier altijd eerder dan de bezoekers. Ja. En dan ga ik het hele plein even inspecteren of alles goed is. Wij horen van de collega's wat er allemaal te verwachten valt. Hoeveel mensen we krijgen en hoe laat het de voorstelling begint en eindigt. En of er nog bijzonderheden zijn. En dan ga ik ook met mijn stoffer en blik ga ik nog even door de foyer. En als ik heel veel zin heb, dan stofzuig ik de trap nog eventjes. Dweilen? Dat komt nooit voor eigenlijk. Want dan komen de mensen al, denk ik. En dan zie ik ze daar uit het entreegebouw aankomen. En dan hebben ze allemaal een kaartje in de hand. En dan gaan we de feestvreugde nog wat verhogen als het kan. Want de mensen hebben er altijd zin in als ze hier aankomen. Luc, ik heb mijn ticket al in mijn hand. Ja, ik keur hem goed. Mag ik naar binnen? Jij wel. Kom. Kom maar. Ik ga met je mee. Volg mij. Yes. Luc, je hebt me wel echt op een prachtige plek meegenomen. Ja, leuk hè? Dit zijn de duurste kaarten ongeveer wel. Ja, zo, eerste rang. Mooi man. Ja. Mag je dit ook zelf schoonhouden nu het dicht is? Ja, regelmatig. Ja? Ja, je moet er niet aan denken dat het alles onderstoft. Dit is een hoop werk. En hoe doe je dit dan schoonmaken, de stof? Met de stofzuiger. Ja. En dan komt er nog een lekker geurtje overheen. Maar het leukste is natuurlijk om met een hoogwerker helemaal het plafond in te gaan. En dan sta je op een soort traliewerk, 20 meter hoog of zo. Mm-hmm. Er zijn mensen die durven dat niet. Ik vind het leuk om te doen. Ja? Ja, ik vind het enig. Nou, hou je ook je hoed op als je dan daarboven bent? Nee, die gaat even af. Want anders stof dat. Nou, het is toch sowieso inmiddels al een stoffen dingetje geworden. Maar het hoeft niet erger te zijn. Luc, kijk zo, Cap. Ja, ik had erover gehoord. Zit jouw vinger er tussenin? De mijne is ertussen. Dan heb ik de goede bladzijde voor mij. Je hebt meteen de goede pagina. De blauwe. Ja, precies. Ja. Dit is hem. Het enige echte Bordbaar vriendenboekje. Ik ben zo blij dat je erin wilt schrijven, Luc. Ja. Want wat wel leuk is. Ik ben natuurlijk al vaker te gast geweest in je theater. Absoluut. Ook toen ik iets kleiner was. Ja. En we gaan even kijken naar een paar historische beelden. Oh mijn hemel. Nee, het is heerlijk om hier elk jaar weer bij een nieuwe voorstelling aanwezig te mogen zijn. Luc, je bent weer terug. Hoe is het? Ja, ik ben er weer, want het is weer een nieuw theaterseizoen met Caro. Een hele andere show dan wat we ooit hier gehad hebben. Nou, dat was heel wat jaartjes geleden. Luc, we gaan beginnen. Ja, we gaan erin schrijven. Begin maar bij de intreepoort, om zo maar te zeggen. Ja. Oh ja, daar staat naam. Naam. Luc. De portier. Luc, de datum van vandaag. Is dat 5 juni toch al? 5 juni, ja. 5 juni 2021. Yes, de leeftijd. Dit is, altijd, dit is een gevoelige vraag. Ja? Ik had aan dames moet je het nooit vragen. Nee. Van mij mag je het weten hoor, ik ben 52 al. Dat had ik je niet gegeven, Luc. Dat zeg ik ook iedere aflevering. Ja, dat zeg ik tegen iedereen, jongen. Ja. De woonplaats. Is Kaatsheuvel. Ah, lekker dichtbij. Op welk nummer kunt je bereiken? 0416 537777. Het nummer van de Efteling. Ja, en er zitten veel zevens in, hè? Waarom? Ja, dat weet ik. Sprookjesgetal! Ja. Eens even kijken. Je social media kanalen. Ja, nou ik heb wel een paar sociale media kanalen onder de noemer Luc de Portier. Maar mensen kunnen natuurlijk ook naar Efteling.com gaan. Ah, ja, je had laatst die 1 april grap. Ja, of 1 april. Stel eens wat het was. Ja, ik zat in de auto en ik dacht, ja, ik moet eigenlijk een keer iets met 1 april gaan doen. En dan zijn er altijd van die mensen die sparen van die Efteling-pins. Ja. En ik was net 12,5 jaar in dienst hier. Ik denk, nou, wat is een mooie gelegenheid om net te doen alsof er vanwege dat 12,5 jaar jubileum een pin van mij verschijnt. Dus ik heb iets in elkaar geknutseld met gewoon een beetje paint op de computer en een beetje mijn logootje. Nou. En dus dat had ik op internet gezet. En heel veel mensen zijn er inderdaad ingetrapt, waaronder jij! Echt heel erg. Maar het was echt niet waar. Het was wel een mooie pin. Honderden reacties. Maar hij zag ook gewoon mooi uit op de ik foto. Ik heb mijn best gedaan. Ja, dat is echt, waar. Echt ja. Heel gaaf. En ik ben niet zo handig met computer, maar ik was wel tevreden. Compliment. Je favoriete pretpark, nou, Luc. Mag ik de Efteling meerekenen? Tuurlijk. Dan is het de Efteling. Ik vul hem weer in. Leuk man. Luc, je bent natuurlijk... Tuurlijk. Eigenlijk kun je natuurlijk dit theater ook wel als een attractie op zich zien. Of is dat een belediging? Mag ik dat zeggen?
Nou ja, ik vind het niet echt een attractie. Okay. Nee, een theater runnen en zeker de mensen die dat doen, dat is echt wel een ander vak dan een attractie draaiende houden. Maar er staat hier in welke attractie zit je het liefst. Dan ga ik dus niet naar het theater. Maar ik hou een beetje van rustige dingen, mag op mijn leeftijd. Ik vind de pagode altijd heel erg mooi. Lekker vooral bij helder weer. Ja hoor, leuk pagode. Ja. Kun je de theater eigenlijk goed zien vanuit de pagode? Zit een beetje verscholen in de natuur, maar als je het goed... Als je het goed kijkt, ja, gaat het lukken. Ja, ik kan bijna mijn huis zien ook, dat vind ik ook altijd leuk. Ja, even bekijken mijn huis er nog staat. Even kijken, de pagode vul ik in, hè. En Luc, dan meteen de volgende, je lievelingseten. Ik vind eigenlijk heel veel lekker. Maar... Ik vind eigenlijk te veel lekker. Ik vind pizza, ja, met een pizza kun je ook van alles doen. Je kan er alles op leggen. Ja, je kunt dus hem eten, heel je kunt hem, ja, ja, ik doe pizza, ja. Van Pinocchio, schrijf het er klein bij, ja. En wat is je favoriete pizza? Ja, ik vind pizza shawarma vind ik heel lekker. Die hebben ze hier nou net niet. Ja, nee, die hebben ze hier, ja, heb je dat? Ja, die bestaat. Oh, die ga ik even proberen. Ja. Ah, okay. Ik weet nog wel een adresje, daar gaan wij straks. Is goed, dat is goed. Okay. Hey, Luc, waar ben je bang voor? Ja, misschien dat corona dat nou allemaal in je theater ligt. Nee, daar ben ik ook niet bang voor. Nee? Nee, ik ga gewoon altijd maar rechtdoor. ik laat me niet zo snel uit het lood. Ik ben niet zo bang aangelegd. Nee? Spinnen doen me ook niks. Ook niet? Muizen? Camera optreden vind ik spannend. Daar schrijf je dat op. Ja, wat ben je bang voor? Voor jou? Nee, voor dit. Oké. Okay. Yeah. Okay, maar ik heb goed geslapen. We gaan nu naar de positieve kant op. Ja. Je leukste herinnering. Leukste herinnering? Nou, ik heb heel veel leuke herinneringen. Want ik ben hier, maar dat weten niet veel mensen. Ik ben hier al aan het rondlopen sinds 1988. Hoe oud was jij in 1988, Bart? Toen was ik nog heel ver weg, ergens op een andere planeet. In de verre kijken. Maar toen heb ik hier mijn eerste vakantiebaantje gedaan. Dat was aan de oude entree, waar nu Droomvlucht is. Oké. Okay. En dan stond ik 's middags in wat nu Ruigrijk heet. En stond ik onder andere bij de Python en de Koggenmolen, de Polkenmarine, die nu weg is. En het is zelfs al zo lang geleden dat je nog de beugels van de Python moest opentrappen met een knop. Serieus? Met je voet, als die voorbij kwam rijden, terug het station in. Echt? Toen was de Python nog bijna in zwart-wit. Dat is wel gaaf. Echt heel lang geleden. Dus sindsdien heb ik heel veel leuke herinneringen. Vooral met de mensen bij het theater. Maar ik vond de theatershows die ik zelf heb gezien. Hans Klok vond ik enig. En Samson en Gert hebben hier opgetreden. Vond ik ook altijd heel erg gezellig. Wat is de bijzonderste gast die je hier hebt ontvangen in het theater? Dat was Prinses Laurentien. Nou, zal ik je even vertellen? Nou? Ik was op de première van Sprookjesprokkelaar, toch? Ook? Ja, was zo. Ze komt wel vaker hier. Ja. En ik stond daar met mijn microfoontje, klein nog, vragen te stellen aan die gasten. En op een duur kwam de vraag, joh, zou je prinses Laurentien willen interviewen? Dus Laurentien komt, ik helemaal zenuwen. Had ik de verkeerde naam gezet, had ik gezegd Leontien. Blundertje. leukste herinnering. Ja, dat was Laurentien, hè? Ja, Laurentien. Onthoud die naam. Ja, handig hè? Ja. Welke achtbaan was jouw allereerste, Luc? Nou, mijn ouders komen uit de buurt van Den Haag. Uit Wassenaar. En daar hebben ze ook een park. En dat is Duinrel. Dus ik denk dat ik als kleine jongen in Duinrel in een rupsje heb gezeten. Maar dat is Jeroen, echt... die had het zelf... Zo lang terug. Jeroen Verheid, ontwerper, die had hetzelfde verhaal, want die zei de kikkerachtbaan. Oh, dat kan hem. Nou, misschien heb ik wel met hem erin gezeten. We zijn nog even oud. Dan ken ik hem daarvan. Nou, nee. Wat leuk. Ja, ja. Ik denk dat het in Duinrel was geweest. Durf je in achtbanen, trouwens? Nee, ik durf er op zich wel in. We laatst nog in de Vogelrok geweest toen het open was. Maar ik ben altijd zo bang dat ik voor de rest van de dag misselijk ben. Dus door die, als je nou vraagt, waar ben je nou bang voor? Nou, dat je de hele dag ziek bent na zo'n achtbaan. En dan heb je niks meer aan je dag. Ja, dat is wel waar. Dat is wel waar. Dus ja. Dus ja. Ik denk, hoe heette die kikkerachtbaan in Duinrel? Kikkerachtbaan. Ja. Wat staat er boven aan je bucketlist? Nou jongen, op mijn leeftijd. Is dat niet meer zo van te... Wat staat er nog boven aan mijn bucketlist? De zwarte piste. Ik heb nog nooit geskiet, maar ik heb geen idee. Ik vul in nee. Zal ik een streepje doen? Of nee, je moet het anders geven. Nou, dan de zwarte piste, want ik kan helemaal niet skiën. Dus. Wat heb je heb je huisdieren, Luc? Nee, we hebben geen huisdieren. Oh, dat is, je hebt ook de glazen kat die nog gehad en zo. Dus, ja, ja, toen stond ik heel veel buiten. Ja, ja. Prima. Voor de allergie. Dus dan mag er wel een streepje. Even kijken. Nee, ik wil katten. Oh ja, katten. Maar die katten heb je gehad. Niet, nee, maar ja, ik niet heb meer. Gehad. Nee, precies. Gehad. Zo. Wie of wat maakt jou aan het lachen? Heel veel maakt mij aan het lachen. Ja, dat was te weg. Ik ben daar ga ik alweer. Ik heb
Ronald Goedemond vind ik heel erg grappig. Mm-hmm. Programma Sluipschutters vind ik heel erg leuk. Ja. André van Duin uiteraard, maar ja. Die kan tegenwoordig ook, dat is een gewezen komiek, maar die kan tegenwoordig ook heel erg leuk andere dingen doen, serieuzere dingen. Dus dat maakt me aan het lachen, heel veel maakt me aan het lachen. Maar het lijntje is niet zo. Nee, heel veel. Nou, dan vul ik in Goedemond. Goedemond. Als mensen het niet kennen, zoek hem even op, is leuk. Nou, ik ken hem niet. Maar... Nou, dat zie je wel. Ik zag het alleen en ik denk, nou, dat heeft wat duiding nodig. Wat is het engste wat je ooit hebt gedaan? Die las ik van de week, die vraag. En ik zeg tegen mijn vrouw, trouwen. Ja, vond je dat eng? Ja, vond ik heel spannend. Ja? Ja. Had je ook zo'n pak aan of iets anders? Nee, gewoon een CNA'tje. Maar wel blauw. Maar nee, dat is toch wel heel spannend. Dat doe je niet even, vrouw. Nou, als het niet leuk, doen we het morgen nog een keer. Hey, daar gaat. Dat moet in één keer goed. Nee. Dus dat vond ik wel eens spannend. Trouwen. Ja, vul ik in. Is ook zo'n antwoord wat niemand geeft, denk ik. Dat heb ik nog niet eerder voorbij zien komen. En dan is natuurlijk... Je hebt natuurlijk ook een leven buiten je kostuum, tenminste. Dat stelt niet al te veel voor, maar nee, goed. Maar wat zijn je hobby's? Ik mag heel graag knutselen met vintage audioapparaten. Dus ik draai nog cassettes en dat soort dingen. Ja, dat heeft ook nu ook een leeftijdsdingetje. Dus dat zijn en vinyl, maar dat komt er helemaal terug, hè? Vinyl platen draaien. Uh-huh. En ik heb de meeste mensen hebben nou zo'n Sonos apparaatje. Ja. Waar alles in zit en met Bluetooth en tralala. Maar ik heb echt nog zo'n oude stereo toren, noemden ze dat vroeger. Zoek maar eens op. Dat is goed, maar dan heb ik wel één vraag. Ja. We zitten hier in het prachtige theater. Staan die dan ook? Het ziet er allemaal heel hip en modern uit. Maar zijn dit stiekem ook allemaal van die oude vintage dingen? Achter de schermen is het één oude. Nee. Nee, maar hier mag ik ook absoluut niet aan de knoppen zitten. Hè. Dat doe ik alleen thuis. Nee, dat mag je niet. Nee, ik ga hier niet aan de schuiven zitten. Nee. Mooi. Nee, dus ik een beetje prullen met ouderwetse apparaten. Ja. Leuk. Hey, maar toch even in de audio te blijven. Wat is je favoriete liedje? En dan ga ik hem iets anders vragen. Ja. Wat is het favoriete musical liedje wat ooit in het Efteling Theater heeft gedraaid? Nou, de musical Droomvlucht van A tot Z. Geen keuze. Als één track. Ja. Nee, dat was fantastisch. Dat was nog steeds wel mijn lievelingsmusical. Nu hebben we een show die hopelijk ook weer terugkomt. Dus weer heel iets anders. Maar qua show vond ik het, qua musical vond ik Droomvlucht echt wel bovenuit steken. En de eerste musical waar ik buiten de Efteling naartoe ben geweest was de musical Cyrano met Bill van Dijk. Okay. Dat heeft toen diepe indruk op mij gemaakt. Ik had nog nooit zoiets gezien. En iemand nam mij daarmee naartoe. Ik zei, ik ga wel mee, prima. Ja, prima. Ja. En toen werd ik overdonderd door kostuums en fantastisch. Leuk. En toen was ik wel verkocht. Ja. Ja. Dus binnen de Efteling Droomvlucht musical, buiten de Efteling de musical die je net opnoemde. Ja, ik zou maar zeggen Droomvlucht. Vond je die echt zo gaaf? Ja, ik was een heel klein, dus ik kan er nog... Niet heel veel. Nou ja, er is nooit een officiële opname van uitgebracht op een DVD of livestream of weet ik veel. Er is nooit een opname van gemaakt, dus je kan hem ook niet online gaan zetten, want hij bestaat niet. Wel veel vraag naar geweest naar de hand. Maar misschien komt hij nog eens terug als reizende voorstelling of zo. Of als... Ik weet het niet, van mij mag het en ik koop een kaartje. Ja. Of als portier. Of ik reis mee, dat zou ook leuk zijn. Dat ik mee mag in de bus. Ja, dan ben je helemaal vereerd. Wat was het allereerste pretpark wat je bezocht, Luc? Ja, ik denk dan toch dat Duinrail was. Ja, toch. Ja, met de kikkerachtbaan. Ja, maar ja, goed, ik heb ook mijn hele leven wel hier. Misschien was ik wel eerder hier dan dat ik daar in een achtbaantje ging. Ja, dat kan wel. Ik maak hier toch de Efteling van. Ja, dat is altijd goed, hè. Heb je een bijnaam? Nou ja, Luc de Portier. Of deze. Hey. Je hoed. Ja, er staat een E op, dus dat is wel makkelijk. Maar hoeveel hoeden zijn daarvan gemaakt? Er zijn in totaal 3 hoeden. En alle 3 van jou? En nee. Oh. Nee, dat zijn 3 verschillende maten. Echt? Ja, want ik ben niet de enige. Ja. We hebben ook nog Tim. En als Tim ook nog ziek wordt, dan hebben we nog een backup. Je hebt meer theaterportiers. Ja. Echt? Ik ben niet alleen. Ik wou vragen, welke heb jij dan qua formaat? De ik heb de XXL. Oké. Ja, wat dacht jij, jongen? Ben je wel eerlijk? Dus, maar heb je een bijnaam? Nee, ja, niet echt. Luc. Nee. Luc de Portier. Ja. Ja. Wat is je sterrenbeeld? Ik ben een ram. Een ram? Een ram. Ik moet trouwens mijn excuses even aanbieden. Ik heb in de allereerste gezegd, toen ik hem invulde, dat ik een steenbok was. Ja. Daar klopt echt helemaal niks van. Ik ben een maagd schijnbaar. Dat was schijnbaar december of zo. Waarom vul je daar steenbok in? Ja, ik heb ooit een beeldje gehad met een steenbok. Dus van wie? Ja, weet ik veel. Tweedehands? Nee. Dat heeft hij toch niet in de gaten. Zal wel mijn sterrenbeeld zijn, weet je wel. Maar nee, ik weet niet. Wie is jouw grootste voorbeeld? Wie is mijn grootste voorbeeld? Toen ik heel klein was, liep ik al verkleed door de kamer. En toen deed ik 2 mensen na. Willempie
Met een typetje van André van Duin met een scheefgeknoopte regenjas en een bromfiets. Mm-hmm. En dus, maar ja, mijn ouders vonden dat geweldig, maar die vinden altijd alles geweldig wat je doet, je ouders. En de andere, dat was Paul Hane. Ja. En die kun jij kennen als de stem van Bert en Ernie. Die ken ik maar wel. Die doet ook Dominee Gremdaad en Margreet Dolman. En die kon ik, daar was ik ook helemaal weg van. En die liep ik ook altijd na te doen. Dus ik vul in Van Duin en Paul Hane. Heb je André van Duin hier zelf een keer mogen ontvangen? Nee, hier niet. Ik heb hem wel een paar keer. Je bucketlist ding. Wat staat er bovenaan je bucketlist? André van Duin, links onderaan in de vorige bladzijde. André van Duin een keer hier ontvangen. Nou, dan ga ik liever van de Zwarte Piste af. Dat vind ik dan dapper. Ja? Nee, maar André van Duin is natuurlijk een levend standbeeld. Nou, welke film krijg je het allerliefste, Luc? Oh, jongen, ik ben niet zo van de films. Want ik ben een beetje een ongeduldig mannetje. Ik vind het allemaal zo lang duren. Nou, maar je zegt net van Droomvlucht dat die niet is uitgebracht. Maar de musicals die daarna zijn gekomen, zijn er wel heel veel op YouTube van. Dat klopt, van, ja. Ja, dat klopt. Ja, Kruimeld is op DVD verschenen. Sprookjespopplaats op YouTube, Glaas Kat. Naar welke film kijken? Ik heb ongeveer de laatste film waar ik dan naartoe mocht gaan voor de pandemie uitbreid, was We Will Rock You van Queen. Oké. Okay. Dat vond ik een hele gave film. Nou, dan schrijf die op. Dus die, als ik die nog een keer... En Laurel en Hardy was ook een hele mooie film trouwens. Ja, nee, ik hou bij Queen. Die vond ik echt indrukwekkend. En dan komt de vraag, dat is vraag, Luc. Ja, nou jouw, de favoriete plek van Luc de Portier op deze wereld is? Is het heel saai als ik gewoon thuis is? De Engelse Zuidkust, daar ben ik lekker aan de zee. Daar ben ik heel erg op mijn gemak. En de mensen zijn leuk. En ik kan redelijk Engels. Ik ben een paar keer in Frankrijk geweest, maar... Nou, dat gaan we niet meer doen. Barentaal? Ja, nee, ja, dan kun je hem ook in Japan neerzetten. Dus, Engelse Zuidkust. En dan gaan we nog naar de dilemma's. Het is of het ene of het ander. Je mag een rondje omheen om het antwoord zetten wat jij kiest. Oh ja. En ik zou zeggen, trap af met de eerste. Zit ik het liefst in een achtbaan of in een dark ride? Nou, doe dan maar een achtbaan. Kroket of frikandel? Kroket. Kroket. Ja, kroket. Ja. Lust je wel frikandel? Ja, ik lust wel. Oké, ja. Ja. Lasagne of pizza? Ik had al aangegeven, wat is je lievelingseten? Pizza. Dus daar gaan we nu ook om cirkelen. Pizza shawarma. Je kunt, je kunt ook met pizza meer kanten op. Met een lasagne is gewoon laagjes en dan kun je nog spinazie erin doen. Maar je hebt maar een paar varianten. Terwijl pizza's, daar kun je oneindig mee variëren. Zeker. Ja. Een watershow of een parade? Een parade. Ja. In de regen. Nee, kijk, een watershow is altijd hetzelfde, hè? Die gaan aan en dan is het mooi. Maar ja, dan, hij is niet meer waar. Je hebt natuurlijk wel andere versies, hè? Ja, maar kijk, een parade, dat is met mensen. Ja, dan maak je contact met die zwaaien en dan... Ja, snap hem. En dan lopen ze ook weer lekker door, dan ben je er weer vanaf. Ja. Ja? Een reuzenrad of een droptoren? Nee, ik ben van de uitzichten, dus een droptoren gaat mij te snel. Dan kies ik dus voor het reuzenrad. Hoeft niet, hè? Hoeft niet snel te gaan, hè? Zo'n droptoren, heb jij die wel eens zo heel langzaam... Ja, was hij stuk. Nee, maar meestal val je toch als een... Ja, oké, maar je hebt ook wel die gewoon relaxen. Nou, ik kies voor een reuzenrad. Oh ja, prima. Nee, maar... rood of blauw? Blauw. Oké. Dus je zou er ook wel waarderen als deze prachtige stoeltjes allemaal blauw gaan worden? Dan. Lijkt mij leuk. Dan onderscheid je je wel als theater. Maar ja, wie gaat dat doen? Zo modern. Ja, maar het is een hoop werk, jongen. Ja, dat is waar. Met naad en draad. En dit komt niet uit de standaard naaimachine natuurlijk. Nee. Het moet allemaal op maat worden gemaakt. Rugzak of schoudertas? Nee, doe maar een rugzak. En dan de zomer of de winter? Dat is een beetje dubbel. Ik hou enorm van de zomer, als het niet te heet wordt. En dan lekker, wat ik zei, op vakantie naar het strand. Maar als je nou in de Efteling kijkt, vind ik eigenlijk de winter Efteling mooier dan de zomer. Ja? Met al die lampjes en die kampvuren en die koortjes. En, ja, maar die kun je op kleden, zeggen ze dan. Ja, je hebt natuurlijk warm kostuum. Ik heb altijd een heel warm kostuum aan. Ja, dus ja, qua seizoen hou ik eigenlijk wel meer van de zomer. Maar ik vind in de Efteling, de winter Efteling, het mooiste. Kies maar. Ja, ga ik toch voor de winter. De winter. Wel ja, joh. Luc, ja, dan ontbreekt er één ding. Oh, een fotootje. Mijn foto. Ach ja, even. Nou, wacht even. Ik heb... waar heb ik hem? Kun je vinden? Kijk. Prachtig. Tada. Ik weet alleen niet, is die zelf klevend? Zeker. Is die echt waar? Zeker. Ik doe hem erbij, jongen. Super. Hey, bedankt. Alsjeblieft. Dit is hem. Ontzettend bedankt. Graag gedaan. Weet je wie de volgende vriend wordt? Dankjewel voor de pen. Ja, alsjeblieft. Nee, weet je wie de volgende vriend wordt? Nee. Steven. Steven van Gils. Ja, die kennen de mensen thuis waarschijnlijk niet, maar dat wordt leuk, denk ik. Hè? Bedankt, Luc. Leuk. Doe hem de groeten van me. Ja, en hopelijk tot snel dat gewoon weer... Dat alle stoelen weer vol zijn. Ja, zeker. Oké, tot dan. Luc, dag allemaal. Bedankt voor het kijken. Doe de groetjes aan je vrienden. En ik zie je volgende week weer terug hier vanuit de Efteling. Bye, bye.